Matthijs Hardijk, ja, je mag eigenlijk zeggen de man of the match hè, vandaag hier tegen de Odin. Ah, dat valt wel mee. Ik score en ik geef een assist, maar we hebben het samen gedaan de tweede helft. Ik speelde wel een goede wedstrijd, maar wat ik al zeg, we hebben het met z'n allen gedaan. Jawel, maar jij bent wel ontzettend belangrijk met je goal en met je assist. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, het ging goed. Ik had veel goede acties, vooral de tweede helft. Alleen, wat ik al zeg, we doen het met z'n allen. Natuurlijk doe je met z'n allen. En je kunt niet zonder je tegenspelers, al met je medespelers. Maar als je kijkt naar de eerste helft, ik vond Odin niks minder als jullie de eerste helft. Kwam dat ook mede door de win, omdat ze uit de win speelden? Ja, de win was natuurlijk wel een belangrijk factor in deze wedstrijd. De eerste helft vonden we het zelf nog wel moeilijk gaan. Vooral de hoge ballen, we moesten er veel beter op anticiperen. Maar vooral de tweede helft speelden we veel meer over de grond. En dan zie je ook hoe gevaarlijk we kunnen worden. En vooral via de zijkanten. En ja, zo win de wedstrijd toch nog. Heel slordig vonden jullie in de eerste helft. Heel onnauwkeurig in de passing. Ja, dat is ook wat de trainer zei in de rust. Gewoon dat we veel te slordig waren aan de bal. Ik denk dat we dat de tweede helft wel goed hebben opgepakt. Als je kijkt hoe jullie de 0-1 weggeven. Ja, dat mag gewoon niet gebeuren, hè, zo'n slordigheid. Ja, dat is wel vaker bij ons dit seizoen. Maar we hebben het gelukkig nog kunnen herstellen. Ja, en dan die 1-1, hè? Ja, wat dacht je toen je die bal kreeg? Ja, je weet natuurlijk dat de wind een belangrijke factor speelt in de... vandaag. En als je dan gewoon een keer van afstand probeert, dan komt de wind er vanzelf wel achter. En dat lukt in dit geval goed. Dat is toch een kwaliteit van jou, denk ik. Naar binnen komen, vanaf die linkerkant en dan uithalen en dan de kruising zoeken. Want ik sprak de keeper in de rust even. Die zegt, Jezus mina, wat een dwarrelbal. Ik kon er echt niks mee. Ja, het is wel een kwaliteit, mijn schot. En natuurlijk de voorzet. Maar als ik op links sta, dan kan ik ook wel naar binnen komen, ja. Wat zei de trainer in de rust tegen jullie? Wat benadrukte hij in de rust? Ja, wat ik net ook al zei. Gewoon, we waren te slordig aan de bal. En dan gewoon... Moesten we zuiverder zijn en dan gewoon de zijkanten zoeken en vooral laag spelen. Als je denkt, de eerste helft, of de eerste half uur en de tweede helft kijkt, gebeurde niet zo heel veel. Hè? Het was heel veel middenveldspel, weinig kansen voor de goals. Ja, de eerste helft bedoel je? Nee, de eerste half uur van de tweede helft. Wow, ik vond dat we nog best wel veel acties hadden, vooral naar de zijkant en voorzetten. Maar inderdaad, wat je zegt, het spel speelde wel veel op het middenveld af. Maar ja, we hebben gescoord en dat is wel belangrijk voor ons. Ja, en dan een kwartiertje voor... Tijd ongeveer. Jij komt op die linkerkant weer door, geeft de voorzet. En Daniel Bouma kan hem zo binnenlopen, hè? Ja, het was volgens mij, hun gingen hun counter. We onderscheppen de bal en ik kreeg gelijk een bal naar voren. En de rechtsback ging nogal gretig richting de bal, dus ik zet mijn lichaam erin. En mooi dat Bouma die bal afmaakt. Ja, ontzettend belangrijk, want dat was gewoon de winnaar eigenlijk, kun je zeggen. Ja, dat maakt het ook wel iets makkelijker voetballen voor ons, omdat we toch wel echt op zoek waren naar die tweede goal. En dan valt die derde nog en dan kun je het gewoon uitspelen. Ja, maar na die 2-1 kon je zien dat bij hun een kopje naar beneden ging en dat de geloof bij hun weg hebte. Ja, precies. Dat zag je wel. Hun probeerden nog wel een beetje met lange ballen en wat optimistischer. Maar ja, wij speelden het goed uit. Net als je zegt, dan de 3-1 ook nog. Ja, ook een hele mooie goal, hè? Ja, volgens mij veroverde Bouwman de bal en die gaf hem gelijk diep op Van Kamer. Die rond het goed af, ja. Ja, die ging alleen op de keeper af. En iedereen denkt ook van, wat schiet hij snel? Maar ja, hij ging erin. Ja, nou, vertrouwen in zijn schot. Hij heeft natuurlijk ook gewoon een goede trap. En hij legt hem er lekker in. Ook mooi voor hem. Volgende week uit naar Hoek. Weer een ploeg die boven jullie staat. Ja, dat wordt een hele lange dag, hè? Ja, maar dat kunnen we ons op instellen. Hun zijn ook al hier gekomen. Volgens mij hebben hun toen ook een punt gepakt hier. Als ik het goed zeg, volgens mij was het 1-1. Dus wij kunnen daar ook gewoon punten pakken. We zitten in een goede flow. En ik denk als we met z'n allen weer samenwerken zoals we in de tweede helft hebben gedaan, dan gaan we daar gewoon 3 punten pakken. Nog ongeslagen in 2019. Lekker gevoel geeft dat, denk ik. Ja, dat is wel een lekker gevoel. We hebben ook natuurlijk een paar doelstellingen gemaakt voor de tweede seizoen zelf. Ook vooral omdat we niet kunnen promoveren uit een periode. Proberen we gewoon zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. En dan zien we wel waar het schip strandt en waar we uiteindelijk staan. En dat gaat tot nu toe goed. In het begin wel wat stroefjes met een paar gelijke spelen. Maar vooral de laatste week hebben we de winnende moed te pakken. En dat moeten we gewoon doortrekken. We zijn gewoon doortrekken in deze lijn en dan eindigen misschien top 3, 4. Ja, top 3 zou wel heel mooi zijn, ja.